voor in de maand Ramadan. Het komt niet voor in welke maand van, in welke maand van het jaar. Dus hier zien wij ook dat Allah subhanahu wa ta'ala als het ware de Ramadan met zoveel zegeningen heeft gegeven. Een andere zegening van de maand Ramadan is dat de profeet heeft gezegd, degene die de Ramadan vast, Allah zal hem vergeven. Dus het is een maand van vergeving. We zien, de maand Ramadan is een maand van verbroedering. MashaAllah, overal waar ik ga, MashaAllah, voel je die broederschap en voel je die zusterschap. En dus al deze eigenschappen, al deze mooie dingen, die komen nu tot het einde. Je moet je het zo voorstellen, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wanneer hij Ramadan ging voorstellen aan zijn sahabas, ging hij Ramadan voorstellen als een gast. Ja'akum daifun karim, voorwaar tot jullie midden is een geëerde gast gekomen. En deze gast die komt met een heleboel cadeautjes. En dit zijn de cadeautjes die ik heb opgenoemd. Vergeving, opening van het paradijs, dichtmaken van de hel, de opstandige shayatin die worden vastgevonden, een zuil in de islam, het vasten in de maand Ramadan, de Koran, al deze mooie cadeautjes, de Laylat al-Qadr. En de profeet zegt, Ramadan is een gast. En nu moet je voorstellen, nu zijn we aan het aftellen, subhanallah. Deze gast, moet je zo voorstellen, die is nu een maand bij ons, en nu is hij zijn bagage aan het, zeg maar, gereed maken. Hij gaat nu, zeg maar, inpakken, en zijn bagage staat nu al klaar bij de deur. En Ramadan staat nu voor de deur al weg te gaan. Wij moeten ons beseffen, beste zusters, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gezegd, als wij zouden weten wat voor waarde Ramadan is, dan zouden wij smeken, dan zouden wij hopen, sorry, hopen dat het geheel jaar door Ramadan zou zijn. Wij weten niet wat er ons voorbij gaat aan ons. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, degene die Ramadan meemaakt en niet verandert in de maand Ramadan, en al deze cadeautjes van Ramadan niet heeft meegenomen, die heeft zeker een groot verlies geleden. En bijna wil ik zeggen, Ramadan is gekomen en Ramadan is gegaan. Nog een weekje, nog minder dan een week misschien, nog een weekje gaat Ramadan voorbij. Broers en zusters, een handelaar, wanneer die handel drijft, die maakt van tijd tot tijd een evaluatie. Inkoop is zoveel, en verkoop is zoveel, ja? Zoveel heb ik betaald bij inkoop, zoveel heb ik verkocht, dit is de winst. Tel nu je winsten, beste zusters. Tel nu je winsten en kijk of je bent veranderd de afgelopen 2/3 van Ramadan. Maak een vergelijking tussen jouzelf, voor de Ramadan en nu, er moet een verandering zijn opgetreden. Vele mensen zijn veranderd, ja. Veranderd op de weegschaal. Een paar kilootjes afgevallen, mashallah, ik ben veranderd. Die oude broek die ik al lang heb willen dragen, mashallah, die past mij nu. Oh, die kilootjes vet, mashallah, die... Nou, ik bedoel niet een fysieke verandering. Wij moeten zijn veranderd in de zin van, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wat het doel is van het vasten. O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het aan degene voor jullie is voorgeschreven. La'allakum tattaqoon. O jullie die geloven, het vasten is voorgeschreven voor jullie, aan jullie voorgeschreven zoals het aan degene voor jullie is voorgeschreven, opdat jullie godsbewustzijn mogen krijgen. Opdat jullie taqwa, opdat jullie godsvrees mogen krijgen. En het woordje taqwa, dat betekent alles wat goed is. Taqwa betekent dat je Allah godsbewustzijn bent. Dus de Ramadan moet je hebben getraind dat je nu godsbewust bent geworden. Eigenlijk, misschien hebben jullie het vaker gehoord, de Ramadan is een soort trainingsschool. De Ramadan is een trainingsschool waarbij je wordt getraind om te veranderen. Niet om te veranderen op de weegschaal, maar dat je verandert in jouw karakter. Dat je verandert in jouw gedrag. Dat je verandert als moslim zijnde. En als we kijken, subhanallah, het vasten, beste zusters, betekent onthouding van iets. Maar het betekent ook, zeg maar, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, dat het doel van het vasten is niet eten. Niet eten en niet drinken, dat is niet het doel van het vasten. Niet eten en niet drinken is een middel om jou te brengen naar een hogere doel. En ik wil graag een voorbeeld geven wat we zien in het dierenrijk. Dat, zeg maar, aan het eind van het onthouden van voedsel en dranken, dat je vooruit moet zijn gekomen.
Ja? Ik ben een beetje zitten googelen over het vasten. En dan kom je tegen dat ook in de dierenwereld wordt gevast. Ja, er zijn bepaalde vissoorten die vasten, bepaalde dieren die vasten. En één ding ben ik tegengekomen. En wat voor mij meer een voorbeeld is, voor mij meer de lessen die we daaruit kunnen trekken. Rupsen, ken je rupsen? Dat zijn toch die van die griezelige wormachtige dieren die hectares van allerlei soorten vruchten en allerlei soorten bladeren kan opeten. Een rups, subhanallah. Wanneer je nog een rups is, eet die zich, vreet die zich vol. Die vreet en vreet en vreet. Maar wanneer de rups zich onthoudt van eten, wat gebeurt er dan met die rups? Die wordt een vlinder, mashallah. Die krijgt vleugeltjes, mashallah. Die wordt iets wat zo mooi is. Moet je voorstellen, voordat hij ging vasten, ja, ging hij alleen maar vreten, vreten en eten, eten, niks anders, is hij zo'n griezelbeest. Nu onthoudt hij zich van eten en drinken en wat verandert hij in een vlindertje. Ik zeg niet dat als we helemaal hebben gevast, dat we vleugeltjes gaan krijgen, of dat we mashallah vlinders gaan worden, maar meer in de spirituele zin van het woord, aan het eind van Ramadan moet je eigenlijk als die vlinders zijn veranderd, dat je nu hoger bent opgeklommen. Want dat is het doel van het vasten, dat je hoger bent opgeklommen in de ladder, ja, van goed gedrag, in de ladder van iman, in de ladder van taqwa. Jouw taqwa moet zijn toegenomen, beste zusters. Broers en zusters, dat is dus, zeg maar, wat we onszelf eerst moeten afvragen. De metgezellen van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanneer Ramadan voorbij ging, weet je wat ze deden? 6 maanden lang na Ramadan gingen zij Allahu tabaraka wa ta'ala aanbidden. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tarawihana wa qiraatina. O onze Heer, o Allah, accepteer van ons onze vasten. Accepteer van ons dat we de Koran hebben gelezen. Accepteer van ons het bidden tijdens de tarawih gebeden. 6 maanden lang gingen ze bidden, o Allah, accepteer van ons. Want zij kenden de waarde van de Ramadan. 6 maanden voor de komst van de Ramadan gingen zij bidden, ja Allah, laat mij alsjeblieft nog 1 Ramadan meemaken. 6 maanden lang gingen zij bidden, o Allah, laat mij nog 1 Ramadan meemaken. Hierbij wil ik zeggen, broers en zusters, dat als jij niet bent veranderd in de maand Ramadan, denk niet dat je zal veranderen buiten Ramadan. Denk niet dat je gaat uitstellen. Ach joh, ik wacht wel tot na Ramadan, dan ga ik veranderen. Want dit is de maand van verandering. Allahu tabaraka wa ta'ala die zegt, mijn zusters en mijn zusters, inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah die zal de staat van een volk niet veranderen, van een gemeenschap niet veranderen, totdat zij zichzelf hebben veranderd. Ja? Totdat zij zichzelf hebben veranderd. Dus nogmaals, als wij hebben behoord, beste zusters, rond deze tijd van de maand Ramadan, moeten we hebben afgevraagd, we moeten zijn veranderd. En de enige die weet of jij veranderd bent, dat ben jij zelf en Allah tabaraka wa ta'ala. Die balans, dat ben jij zelf, jij kan dat zelf uitmaken. In elk geval, ja, als jij behoort tot degene die hebben gevast, alhamdulillah. Als jij behoort tot degene die hebben gebeden, alhamdulillah. Als jij behoort tot degene die goede daden hebt gedaan tijdens deze maand, alhamdulillah. Als jij behoort tot degene die, zeg maar, heeft zich kunnen weerhouden van roddel en laster en liegen, alhamdulillah. Als jij behoort tot degene die de familiebanden in deze maand hebben vastgemaakt en beter gemaakt, alhamdulillah. In elk geval, als jij behoort tot degene die taqwa hebben, dan zeg ik alhamdulillah. Maar, beste broers en zusters, een waarschuwing voor mezelf en voor jullie. Als je hebt gemerkt dat je deze maand niet bent veranderd, dan zeg ik, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Aan Allah behoren wij en aan Allah zullen wij terugkeren. En dat is dus een grote ramp. Maar, er is nog hoop. We hebben nog een weekje. We hebben nog een weekje. Pluk van deze dagen elke dag wat je kan plukken. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, zoals in hadith van Aisha radiyallahu anha, die zegt, wanneer de laatste 10 dagen van Ramadan aanbrak, shadda mi'zarahu, dan ging de profeet zijn riemen vaster aantrekken. Met andere woorden, hij ging zich meer inspannen tijdens de laatste 10 dagen van Ramadan. En Aisha die zegt, wanneer de laatste 10 dagen van Ramadan aankwam, dan deed de profeet de i'tikaf. En wat is i'tikaf? I'tikaf betekent,